Ja, van een Twitterpauze lijkt geen sprake te zijn in de formatie. En ja, dat hoorden we net dus al. Toch wel kritiek weer op de tweets van Wilders. Dus we kijken even naar wat er vandaag is besproken tijdens de formatiegesprekken. De leiders van VVD, BBB en PVV kwamen één voor één langs bij de informateurs. En politiek verslaggever Mats Akkerman van BNR, die volgt dat natuurlijk. Goedemiddag, Mats. Goedemiddag, Kees. Ja, er is dus veel te doen over die berichten van Wilders van afgelopen weekend. Voor wie ze niet voorbij heeft zien komen. Waar gaat het nou precies over? Ja, nou, het zijn er te veel om allemaal op te noemen, maar ik zal een selectie maken. Hij plaatste onder andere een glas water dat dan volstromende met daarbij de tekst vol is vol. Hij noemde Jesse Klaver van GroenLinks Partij van de Arbeid een ophitser, vergeleken met Paul Rozemuller in de tijd van Fortuyn. En eentje wil ik er toch even uitlichten. Dat is eentje van vrijdagavond, waarbij hij op X plaatste: ik kan die groeiende asielinstroom niet meer aanzien. Ons land is propvol, het kost miljarden. We hebben een gigawoningtekort en steeds meer dorpen en steden lijken bezet gebied. Nederland is onherkenbaar, overal AZC's. Dat moet snel stoppen, nul concessies, ben er klaar mee. Ja, een behoorlijk stevige tweet. Dat werd hem vanochtend, of begin van de middag moet ik eigenlijk zeggen, voorgehouden. Maar Geert Wilders neemt er geen woord van terug. Mijn tweets zijn mijn tweets, dus die teksten die staan. Maar laat ik het niet halen nu vlak voordat ik hier constructief naar binnen ga. Is het handig om dat te doen? Heeft het idee is het handig om in de televisie te gaan zitten en daar uitspraken te doen? Dus weet u, ik sta voor mijn kiezer. Immigratie is een belangrijk onderwerp. Ik denk het belangrijkste voor mijn kiezers. Dus daar zitten we stevig op in. Ja, hij zegt die andere partijleiders die formeren, die zitten af en toe bij een talkshow. Daar ga ik niet zitten. Ik doe het via Twitter. Klinkt niet alsof dat komende tijd gaat veranderen of dat hij zich daar voorlopig gaat inhouden ook op dat medium. Terwijl de informateurs nog hadden gevraagd van doe het een beetje rustig aan, hè? Ja, er was wel een soort van algemene consensus dat het misschien handig zou zijn om een beetje gas terug te nemen op sociale media. Dat was een oproep aan alle formerende vier partijleiders. Ja, Geert Wilders kiest er toch voor om duidelijk van zich te laten horen, in ieder geval op dit onderwerp. We hoorden net al even Caroline van der Plas van de BBB erop reageren. Klonk niet heel gezellig. Hoe kijken de andere formerende partijen naar die tweets? Ja, Caroline van der Plas vindt het ook een beetje vervelend dat het haar ook wordt aangerekend wat Geert Wilders dan allemaal zegt. Ze zegt zelf, nou, ik onderhandel niet via Twitter. Ja, maar ja, je zit wel met iemand aan tafel en dan lijkt het toch een beetje van, ja, je praat toch met die persoon. Dus je wordt er toch op aangekeken en daar zei ze dit over. Weet je wat ik vervelend vind? Is dat als andere mensen dingen doen, dat ik dan daarin gesleurd word, hè, door middel van vragen wat ik daarvan vind, of ik niet vind dat het anders moet. Ik maak de keuze om niet op Twitter te onderhandelen. En dat is wat ik doe. En wat anderen doen, dat moeten ze zelf weten. Wij spreken binnen gewoon met elkaar. Ja, ze vindt het vervelend dat ze elke keer ter verantwoording wordt geroepen voor tweets van iemand anders. Nou, welkom in de coalitie, zou ik zeggen. Ja, precies. Ze zegt er wel bij trouwens tegen de journalisten. Zei ze, ik verwijt jullie niet dat jullie die vragen stellen. Dus dat snapt ze dan wel weer. Maar ze zegt gewoon, ja, ik kies hoe ik het doe en hij kiest hoe hij het doet. Ook een beetje wat Omtzigt zei. Die is er vandaag dan niet voor een gesprek, maar die zat vrijdagavond al bij Op1. Ja, die zei ook, ja, ik zou het niet retweeten. Het is niet mijn stijl. Het zijn niet mijn woorden. Ik zou zelf iets meer radiostilte betrachten. Maar ja, ze laten Geert Wilders zijn gang gaan hier. Maar Mats, denk je dat we dit dan vaker gaan zien de komende tijd? Dit soort tweets en daar dan weer reacties op? Ik denk het eigenlijk wel. En ik heb ook al vaker natuurlijk bij jullie gezegd, ik denk dat dit niet alleen nu gaat blijven spelen, maar ook natuurlijk na de formatie. Want we weten nu dat die afspraak er ligt dat de vier partijleiders van de vier formerende partijen allemaal in de Tweede Kamer gaan blijven zitten als fractievoorzitter. Dan gaan ze daar dus zitten om de partij toch een beetje kleur op de wangen te geven. En dus zich uit te spreken. En nou ja, dat doen ze dus nu al en dat doen ze straks weer. En misschien nemen ze gewoon eigenlijk een voorschot op de situatie nadat er straks een nieuw kabinet is. Ja, maar ondertussen hebben we het eigenlijk weer allemaal over tweets. Is er nog iets uit de gesprekken gekomen vandaag, Mat? Nou, we weten waar het over ging, namelijk over financiën. Vorige week was er dat huiswerk wat partijen meekregen. Nou, nu kwamen ze allemaal met mappen en financieel woordvoerders één voor één langs terug om daarover met de informateurs te praten. Maar wat er precies over die financiën is besproken, daar zijn geen mededelingen over gedaan. Precies, daar houden ze het dan wel weer heel erg stil over. Ja, precies, ja. Maar het is ook niet zo'n heel interessant onderwerp om hele zware tweetjes over te plaatsen. Nee, misschien financiën. Ja, dat denk ik ook inderdaad.